Hallo, vandaag vertel ik voor jullie het boek Jij tussen vele anderen. Ik schreef het boek, kijk, dit ben ik, Siska Goeminne. En Merel Eikerman maakte de mooie tekeningen erbij. Je ziet onze namen daar bovenaan staan. Ik vertel jullie dit boek vanuit mijn schrijfkamertje ergens in een huis in Leuven. Zo, nu weten jullie genoeg, we kunnen beginnen. Over de wereld krioelen 7000 miljoen 100 mensen als miertjes in het gras. Ze lopen, ze zitten, denken na, springen op, ze rennen van hier naar daar en weer terug. Sommigen weten heel goed waarom ze rennen en waarheen. En anderen hebben geen idee. Of ze lopen zomaar mee. Mensen wonen met een heleboel in hoge torens in de stad, met een paar in een huisje in de velden waar de wind altijd waait, op een berg tussen de wolken, een boot op de rivier, in een tent in de woestijn of in een donker, donker bos. Ze wonen zelfs op plekken waar je bijna niet kan wonen. De grond is er schroeiheet of het water, ijskoud. Hé, in wat voor huis woon jij? En woon je graag in je huis? Is het er fijn? Mensen doen vaak duizend dingen tegelijk. Ze werken, ze bellen, rijden rond, sturen mails op de computer en kijken 's avonds naar een film. Alleen in de nacht, als de maan schijnt, dan worden ze stil. Al zijn sommigen zelfs druk in hun dromen. Heel soms zie je een mens op een bankje in de zon, met de handen in de schoot. En jij? Ben jij soms een beetje druk, een beetje wild? Of altijd kalm en rustig? En je mama? En je papa? Hoe zijn die? Beetje wild, beetje kalm. En je opa? En je oma? Mensen hebben rare dingen aan hun lijf. Een navelputje in hun buik, lelletjes aan hun oren, bruine stippen op hun neus. Ze hebben vingers waarmee ze elkaar aaien en duwen en grijpen, knijpen, knuffelen. Mensen hebben ook een hoofd. Daar denken ze soms mee. Je kunt mensen mengen en dan krijg je nieuwe mensen in andere kleuren en andere vormen. Mensen met spartel of spillebenen, mensen met zomersproeten of wintertenen. Mensen met hele korte armpjes of net van die lange, die altijd overal bij kunnen. Ja, zo heb je er ook. Mensen dragen alles wat je kan verzinnen.
bloempjes en wieltjes schoenen, blote schouders of een bontjas, een jurk die niets verbergt of een broek die te zwaar is, gympies, een hoepelrok en af en toe elkaar. Er zijn er die van hoeden houden, van petten of van sluiers. Anderen willen met hun blote hoofd in de regen of de zon. Sommige mensen willen heel graag anders zijn dan andere mensen. Andere mensen willen dat net niet. Mensen gaan makkelijk stuk. Je laat ze maar beter nooit vallen, want voor je het weet, gaat er iets kapot van binnen. Ze krijgen graag een beetje zorg, eten en drinken, maar ook troost, of een knuffel, of een complimentje. Ja, daar gloeien ze van. Sommige mensen zijn altijd vrolijk, zelfs als het pijpenstelen regent of als hun lievelingsboek kwijt is. Of als er een gek virus is, wie weet. En anderen hebben waar ze ook gaan een donkere wolk die met hen meedrijft. Wat een mooie tekening is dit. Zeg, als jij verdrietig bent, wie of wat kan jou dan het beste troosten? Wie kan jou weer blij maken? Tamelijk veel mensen worden bang geboren. Ze rillen als het donker wordt, blijven in het pretpark met beide voeten op de grond of ze staan stokstil in de buurt van een grote hond. En anderen lopen fluitend langs de afgrond. Ze springen aan een rekker van een brug of uit een vliegmachine. Zij lijken wel voor niets en niemand bang. Maar is dat ook zo? Waar ben jij bang van? Van een grote loslopende hond of van het donker? Of misschien wel van spinnen? Er zijn mensen die graag brullen. Ze denken dat dat beter luistert dan gefluister. Er zijn er die zingen over al het moois dat nog moet komen. En anderen vertellen verhalen over wat geheim is en al lang voorbij. Mensen zeggen graag, ik hou van jou. Maar ze horen het nog liever. Sommige mensen verdwalen bijna in hun familie. Ze hebben broers en zussen en neven en nichten, ooms en tantes over de hele wereld. Zij verlangen soms wel eens naar een plekje voor zichzelf. En anderen zijn alleen, met hun moeder of hun vader of één kleine oma. Zij dromen wel eens van veel familie, als een kring om hen heen. Mensen vinden het fijn om in iets te geloven, in het lot, in een God,
geheime krachten, Sinterklaas of de stralen van de maan. In madeliefjes of in koeien, een hemel vol sterren of in helemaal niets. Want niets is ook iets. Of in zichzelf, dat is een begin. Er zijn lieve mensen, Noorse mensen, koppige en slimme mensen, grappige en enge mensen. Er zijn mensen die graag lezen op hun buik in het gras en mensen die wensen dat alles anders was. Mensen zijn kwaad als ze verliezen en trots als ze iets kunnen. Ze zijn triest als iemand doodgaat en blij als iemand van hen houdt. 7.100.000 mensen als miertjes in het gras. En toch is er op de hele wereld niet één zoals jij. Als miertjes in het gras, als miertjes in het gras. Ze lopen zitten denken, springen van hier naar daar. Sommigen hebben geen idee, anderen lopen zomaar mee.